Hallo daar allemaal. Ik ben, zoals jullie misschien nog kennen, Siel van den Burgt. Hey hey. Ik breng jullie hier vandaag een live narrated OU battle. Met een beetje kleine twist. Je ziet mij. Oeh. Dit gaat natuurlijk het tweede scherm niet in de weg staan, want ik kan mijn gezicht zo wegdoen. Kijk maar. En weg. Ik ben terug. Oh. Oké, ik ben blijkbaar niet terug. Ah, daar ben ik. Oké, en ik ben weg. En ik ben terug. Oh. Oké, ik heb hier vandaag een leutig team gemaakt. Met Steltrox, Liker. Oeh, wacht, ja, nu ben ik weer weg. Steltrox, Lycanroc, Rapid Spin, Tentacruel, een Scarf, Gengar voor tegen de Formosa. Een Magiera, omdat het kan. En, wat was er nog? Een Choice Specs combo, want hij krijgt wel Dragon Dance, maar hij krijgt hele slechte fighting moves, physical fighting moves. Dus we doen een beetje iets anders, we runnen deze Choice Specs. En hij is vrij nice, Choice Specs. Kan Flamethrower, Flash Cannon, Clanging Scales, noem maar op. En Focus Blast natuurlijk. Oké. Ja. Hij heeft een awesome rain team. Ik ga heel simpel. Ik ga gewoon beginnen met Magiera, want ik vermoed dat hij gaat beginnen met zijn Pelipper. En mijn Lycanroc kan ik voor later gebruiken. Deze is Focus Sash en ik heb nog niet direct mijn rocks nodig. Dus. Good luck, have fun, Avan. Ook wel bekend als Zeno de Bruine. Ik hoop dat je ervan geniet. Indien dat jullie dit niet aanstaat of zo, mijn kop erbij, dan mogen jullie dat gerust altijd zeggen. Ik vind het zelf vervelend, want ik zit er eigenlijk zelf heel aan te kijken. Oké, voilà. Dus ik begin Magiarna, heb ik het met zijn Pelipper. Dus daaruit gaan we verder. Dus ik ga gewoon voor de makkelijke Volt Switch. Ik denk niet dat hij direct naar zijn Lantern gaat gaan. Want Magiarna is vrij scary. Dus ik zou dat toch niet doen. Ik ben ook nog eens Assault Vest Magiarna. Dus voor de extra Special Defense. Een Special Defense was. Ik heb Tentacruel, Magiarna en Chansey. Huh. Leuk team. En geen Defense was. Tarata, building by Simon. Ja, zoals ik zei, het is echt een team dat ik vlug bij in heb gesmeten. Gewoon omdat ik er van, wou even wat van genieten. Hij gaat naar zijn Tapu Koko. Ik had misschien toch voor de Flash Cannon of zo moeten gaan. Om hem neer te halen. Of toch veel damage te geven. Maar ja, nu krijg ik toch wel de Electric Surge Boost. Waardoor dat mijn Volt Switch nog meer gaat doen. Dus voilà. Krijgt wat damage. Ik ga hier heel simpel switchen naar mijn Gengar. Want hij gaat dat niet zien aankomen dat mijn Gengar scarfed is. En ik ga gewoon voor de Sludge Bomb. Want dit is mijn beste play. Het killt Tapu Koko. Voilà, Sludge Bomb. En neer gaat Tapu Koko. Yeah! Gengar, Gengar. Natuurlijk, iedereen zit te denken, Gengar is inderdaad een beetje minder. Is geen king van OU sinds Gen 1 meer. Want hij is de Levitate Ability kwijtgeraakt. Wat dit betekent is dat hij weer geraakt kan worden door Ground-type moves. Wat een beetje stom is natuurlijk, op zo'n moment. Hè. Dus hij gaat naar zijn Araquanid. Eens zien of ik iets heb dat kan inswitchen. Ik ga denk ik naar mijn... Mijn Tentacruel heeft Toxic Spikes. Maar... I don't know. Waar heeft mijn combo? Daar heb ik ook niks aan. Ik ga... Ik ga met Lycanroc. Waarom? Lycanroc kan niet veel doen. Nee, Lycanroc. Jawel, ik ga wel veel doen. Ik ga met Tentacruel. Oké, beslissing is gemaakt. Ik ga naar Tentacruel. Oké, Tentacruel, kom aan. Ik ga voor de Liquidation in de regen. Dit gaat natuurlijk heel veel doen. What?
Wat? Ik had verwacht dat dat veel ging doen, maar... Jezus! Oh my god! Is dat Choice Band? Oké, dat werkt wel goed tegen mijn team. Ja, voilà, hij stuurt mij juist ook. Holy shit, wacht hè. Holy shit. Oké, je ziet het niet goed. Maar hij zegt holy shit. En what the fuck, dat is zoveel. My lord. Ik zei het juist ook. Lord, dat heeft veel. Bob. Ik ga naar mijn Lycanroc ook. Ik ga gewoon voor de Steltrock. En dan ga ik voor de Stone Edge om zoveel mogelijk damage te geven. Want Liquidation kan me niet killen. Ik sek eigenlijk mijn Lycanroc ook zo'n beetje. Dat is oké. Okay. Ik ga voor twee keer Stone Edge misschien. Oké, ik ga voor Stone Edge. Gewoon om te zien hoeveel dit doet. En ik blijf staan naar Raccoon. Oh, lo! Maar dat doet alles zoveel damage deze battle. Alles doet zoveel. Oké, dus zijn elk al twee Pokémon kwijt? Nee. Toch elk al één. King Rao, Poison, Dexamine, Toxic Spikes. Tentacruel, you shall never be forgotten. En we gaan verder. Ik ga gewoon voor de Steltrock met mijn Lycanroc. Want dat is het enige nuttige dat we nog dat ik kan doen, vrees ik. Ik ga voor de Hydro Pump, dit connecteert. Ik durf nooit op Hydro Pump te klikken. Omdat ik dat altijd mis. Oké, voilà, Focus Sash, yeah. Ik ga voor mijn rocks. Appa. Mijn hond heeft mijn stenen gesmeten aan de andere kant van het veld. Is dan natuurlijk ook poisoned. Ik ga mijn Lycanroc ook nog houden, want ik denk dat ik die nog... Wacht, wat kan ik hier nog gebruiken? Ik laat jullie even meezien. Ik kan die eventueel gebruiken voor de Pelipper en voor de Lantern. Dus ik ga die nog bijhouden. Ik ga gewoon switchen naar mijn Chansey, want wie het nog niet weet, Chansey is een special, is gewoon een defensive, of vaak stall wall, om het zo te zeggen. Ik ga voor de Hydro Pump. We gaan zien hoeveel dit gaat doen in de regen, Choice Packs. Dit doet toch nog een redelijke amount, weten we dat ik special defensive ben. En dan ga ik gewoon... Want ik vermoed dat er nu een switch gaat komen. Zijn enige switch is de Sideway, dus ik ga voor de Toxic. Lantern. Oké, Lantern, ook goed. Heb ik getoxicd? Ben ik tevreden ook? Ah nee, wacht, ja. Toxic Spikes. Oh, lord, ik denk echt niet naar deze tijd. En mijn Facebook pinkt alweer. Lord. Ik kan nooit iets afzetten. Oké. Ja, hij gaat gewoon voor de Volt Switch. Dus ik ga gewoon Softboil doen, want ik heb geen andere play, want Toxic kan ik niet doen. En, oké, Thunder Wave op mijn Chansey. Oké, dat is geen slechte play. Toxic doet, terwijl ik al Toxic Spice heb gelegd. Man. Oké, dat was een hele dom play van mij. Hij had geen enkele flying type of iets, dus het was echt gewoon een dom play van mij. Ik ga nu gewoon voor de Seismic Toss, want dit raakt alles behalve de Sideway. En doet 50 HP af toch bijna Pokémon, dus dat is ook al positief. Gaat gewoon voor de Scald. Gaat me niet kunnen burnen, want ik ben al paralyzed. Ik heb ook Heal Bell, maar ik ga het niet gebruiken, want Heal Bell is meer voor mijn andere Pokémon's. Oké, hier komt de Seismic Toss. Paralyzed. Doe maar. Oké, Volt Switch. Kom aan. Kom maar op. Kom aan, switch naar de. Oh ja, de Sideway, dan wordt dat toxic. Maar Seismic Toss werkt dan weer niet. En dan heeft hij weer voordeel en ik niet. Dan kan hij soort zijn, maar dan kan ik niks doen. Dus wat gaat hij doen? Pelipper. Oké. Ik had nog altijd niet verwacht dat een Oko ging zijn op die Stone Edge van de Raconet. Oh, wauw. Die animatie lijkt kei awesome, maar het doet geen zak.
Ah, ja, staat wel in flanktijd. Pelipper. Deze hele battle is vreselijk. Het spijt mij. neem niks van mij aan. The government is lying to you. I am lying to you. Everyone is! Oké. We gaan gewoon verder. Schat terug naar de Kingdra. En ik ben weer voor Toxic gegaan. Dus dit had weer niks doen. En ik ben weer paralyzed. Switch mom. PG-13. Next time on Blown Away. Oké, ik ga gewoon voor Seismic Toss, want die doet damage. En Chansey doet precies toch geen zak meer. Het heeft toch geen zin meer. Ik ga voor de Hydro Pump. In de regen. Ik ga gewoon voor Seismic Toss. 50 HP eraf. Die nog eens poison damage. En die is nu neer. Te vroeg gejuicht. Oké, ik ga gewoon voor de softboiled, want dit is mijn beste play. Niet paralyzen, please. En ik paralyze niet, en ik ben terug geheeld. La, 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 la. Voilà, Kingdra gaat neer. Ik ga switchen. Ik ga nu sowieso switchen, ik weet niet wat erin komt. Maar ik ga switchen, excuseer voor al die dingen. Pa 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 ra ra. Pa 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 ra ra. Oké, ja, daar komt de sidewire, dus ik ga switchen. Ik switch naar mijn Kommo. Want het is tijd om die specs even te laten zien, hè? Want je moet laten zien, hè, als je spectacles draagt, want dat is kei cool. Ah. Gaat gewoon voor de Leaf Blade. Ik resist dit omdat ik Dragon type ben. Doet nog steeds wel heel veel. Dat is vrij interessant. Life Orb. Ah, I see what you did there, Sneaky Snake. Bon. Ik ga gewoon voor. Oké, even zien naar zijn Pokémons. Oké. Zijn Coco is dood. Dus ik kan gewoon voor een klein scales gaan. Stab Dragon. En met de Choice Packs. Om nog eens te laten zien. Damage. Zoals een Special Defense Wall. Zoals de Sidewire. Doet me niks. Oké. Oké, switch naar zijn Lantern. Come on, Kommo. Laat zien de kracht van de draak. Klangskills. Ja! Misschien toch een beetje viable. Niet in OU waarschijnlijk, als de Pokébank uitkomt. Maar misschien in UU of NU zelfs. En daar komt de Pelipper. Gaat die mij kunnen neerhalen? We gaan zien. Kommo! Nevermind, hij gaat voor een Protect. Ik dacht, ik ga een coole Z-whatever doen. Om hem dan te killen. Ah, regen is gestopt, dat is ook al positief. Dus ik kan ook niet meer hurricanen. Ik denk niet dat dat sneller is. Kommo! Klangskill! En Pelipper is dood! Yes! Dit was een iets kortere battle. Ik hoop dat jullie van hebben genoten. Ik hoop dat jullie hebben genoten van. Moi? En ja. Wat heb ik nog te zeggen? Ah ja, GG. Like, subscribe en comment. Doe mijn plezier. Dit doet mijn plezier. Dit doet jullie een plezier. Want wij kunnen dan meer dingen brengen. Ja! Yeah! Leukere dingen. Ja! Yeah! En we zijn dan meer gemotiveerd om dingen te doen. Ja! Yeah! Oké, dat is alles eigenlijk om wat ik wil zeggen. Ja, dat is het. Bye bye!